Maar in de Valk, hoe voelt dit nu vanavond, de vierde première? Wel, dat is echt hard labeur, maar makes part of the job. En wij doen dit iedere keer zeer graag. Laat ons duidelijk zijn. Wat was voor jou de meest uitdagende scène om op te nemen? Oh, ik heb hier geen... Ik was een speler op de bank. Ik ben meer... het is een hommage aan Boma. En Boma is dood. Dus ik heb nooit een blackout gehad in mijn tekst. Maar Boma zal waarschijnlijk wel op een of andere manier herreizen, denk ik. Want hij staat hier. Hij staat er natuurlijk, omdat Boma onsterfelijk is. Teraard, het was een beetje het verhaal wat nodig was. Om, dat er geen vierde film meer ging komen. En dan is er toch een vierde film gekomen. En dan zonder Boma ging het niet. Dus wat er overbleef voor Boma, speler op de bank. Maar ik heb dat heel graag gedaan. Ik vond het een heel prettig verhaal. Heel prettig gegeven. En zeer herkenbaar. Dus mensen krijgen maar waarde wanneer ze dood zijn. Dat is duidelijk. Hè? Eigenlijk, als ik het goed begrijp, tussen de regeltjes lezen, mag Anne jou nog bellen voor een vijfde film? Voor de vijfde film, dat weet ik niet zo. Er is nu eigenlijk in het kader van 30 jaar hebben zij bij de VRT terug een contract losgekregen om nog 8 nieuwe afleveringen te maken. Ik hou daar een beetje mijn hart voor vast, maar dat zal mijn enthousiasme niet temperen om mee te doen. Ik blijf altijd, en ik weet dat Anne daar met haar team een heel goed scenario, een hele goede lijn zal brengen waar we... He, dan toch wel weer. Maar dat moet ik kunnen doen. Dat is mijn Boma-personage zelf creëren. Dat is ook het werk van een acteur. Je moet een personage creëren. En ik heb een personage gecreëerd die dus blijkbaar dan toch wel onsterfelijk is. En daar wil ik mee verder gaan.